Ding, boem, nieuwe ha, show. Veel onderwerpen, dus ik ga er ook even lekker snel doorheen. Het zijn niet van die hele grote onderwerpen, maar allemaal wel iets waar we wat over te vertellen had. En ik begin even met iets. Uh, het begint een beetje vervelend te worden. En dan oh. heb ik het even over bedreigingen. Online bedreiging aan de boeren. Van de boeren, uh, van de boeren uh, nee, aan, aan het. Uh, nou ja, ik denk dat het er wel allemaal mee te maken heeft dat mensen tegenwoordig allemaal sneller al op de man spelen en zo ook in de gamesindustrie. Oh ja, de afgelopen. De week. boeren zijn aan het bedreigen in de games. Nee, dat zijn de, de gamers zelf. Oh. Uh, tegenwoordig, als je het ergens niet mee eens bent, uh, dan, dan ga je iemand gewoon meteen bedreigen. En uh, dat is gebeurd met uh, Dat Go Mag toch helemaal niet? <tijds> ja, het ja, mag niet. God of War, uh, naar aanleiding van... Uh de geruchten dat er de 30 juni een evenement zou zijn waarbij uh, de game werd voorgesteld, een trailer en een release datum, die was er niet. Uh, op dat moment zijn een aantal mensen bij uh, de makers van God of War, dan moet ik even nadenken, wat ik kan um, weer... Playstation. Santa Monica. Santa Monica zijn bedreigd. Een mevrouw die heeft ook, uh, die, ja die kreeg de hele dag alleen maar uh, dickpics. Ik snap ook niet wat dat nou weer voor een ding is, maar goed. Maar kreeg sorry, allemaal dat dick... heeft helemaal niks met God of War te maken. Uh, nee, maar... Die ja, kreeg die... ze waarschijnlijk sowieso wel ze nee. gewoon de schuld vanaf, vanaf dat moment. Van uh, dat moment kreeg ze dickpics. Dickpics, andere Oh, mensen werden bedreigd. Een zwaar leven heeft zij. Uh, Monkey Island. Uh, de maker van Monkey Island. Uh, heeft uh, een nieuwe look aan Monkey Island gegeven. En daar, daarna is uh, hij en zijn familie uh, ook bedreigd. Uh, en uh, dan Hypercharger. Het is dus een game. Ik ik feitelijk niet, maar die komt naar de Xbox toe. Release dat is uitgesteld en ook die man, een community member, is dus een indie team van vijf man, is met de dood bedreigd en alles erop hey, en maar, aan... maar, maar denk je niet dat het gewoon een, een kwestie is van, uh, het is gewoon hip om bedreigd te worden, dus dat iedereen nee. maar een beetje zegt nee, nou, van, oh, nou, nou je ben het nu op. toch wel heel erg bedreigd? nee, het lopen nee Sorry, maar. Dit en is toch van alle tijden, man? Nee, Klopt, dit, is dit, dit is niet van alle tijden. Wel, dit nee, is van alle nee, tijden. Nee. Ik, kan, dit is, ik, ik bedoel, ik heb de voorbeelden niet voor handen, maar dit hebben het, we toch al zo vaak besproken. Het bespreken. kan, want online was er 10, 20 jaar geleden niet. Nee, de, ik snap dat het nu makkelijker is, maar het exact. is niet nieuw. Ik heb nog eens een je uit met Emil die die we helemaal aan het vertellen was hoe erg dit is voor ontwikkelaars als me, als hun gamers boos worden op ze. En dat ja, maar gaat het gaat niet om boos zijn op moment. Nee, als, ze werden ook bedreigd. Als als mensen zeggen van ik weet waar je woont met foto's erbij en je kinderen gaan daar naar ja, school. Dat is hier niet gebeurd. Ze dat, hebben dat soort dingen. Nee, dat is één iemand. Maar uh, werd bedoel, ze bedreigd met mensen werden echt gewoon. Ze van deze is zo groot. Nee, boos. Oh. Ik weet dat je er altijd een <laughs> grapje van wil maken. Ik vind het serieus. Ik het vrij. Maar, maar zij ik... zegt zelf dat ze dick heeft gehad. Uh, maar dat is één, dat is één iemand. Ja, De andere is één mensen... iemand, maar bedreigd. Nee, nee, ja, meerdere drie mensen. Games, maar me steeds één iemand per Steeds game. Me Meerdere mensen. Oh, het, is, het, het gebeurt zoveel de laatste tijd. Alleen deze week was het, was het veel. En je zag in één keer dat nu toch echt wel een hele hoop de fellers zoiets hadden van: oké, okay, nu zijn we er echt een beetje klaar mee. Het begint nu echt vervelend te worden. Um, en ik merk dat ook gewoon. Maar en hoe komt het in de meter? Oké, okay, dan doe je aangifte. Dan ga je naar de politie. Zeg je: ik word bedreigd. Dit is die p adres Bijvoorbeeld. Doe er wat aan. Bijvoorbeeld. Ja. Maar ze zeggen: nee, we gaan, oh, we gaan nu op YouTube gaan we, of op. op, op Twitter ja. of Facebook gaan we op een Maar dat, dat, doen, dat doet iedereen. Ja, maar ik denk dus dat maar het nodig maar, maar is. Maar om... is het dan bij hun slecht en bij uh, mensen die tegen bijvoorbeeld de vaccins zijn die uh, mensen bedreigen op social media? Dat is dan goed. Nee, ik, zeg, ik ben helemaal niet voor bedreigingen. Nou, maar, maar dat zeg is Het, het is van alle tijden. Het is niks nieuws. Ik bedoel, wij zijn ook wel eens bedreigd. Ik ben een Ja, jij ook. En wij ook. Ja, op social media. Ja, dat vind ik ook raar. Nee, we krijgen mailtjes en toestanden ja. en in de comments en weet ik veel wat. Dat is gebeurd. Nou, oké, okay, maar dan ga je toch niet lopen janken erover. Dan doe je aangifte, koop je een pistool, ja. ga je s'nachts voor het raam liggen met je sniper rifle. Maar ik weet nog wel dat wij aangifte hebben gedaan, dat je fucking gefrustreerd was dat de politie er niks mee deed. En dat je ook zoiets had van, oké, okay, dan gaan we het anders oplossen. Nee, ze hebben wel. Nee, op een gegeven raad. moment was het ook zo van, ja, we, hebben, nou, maar de politie kon weinig doen en toen weet ik ook, mijn ja, nee, stalker is gewoon, gewoon wel... hebben we hem gewoon persoonlijk gebeld. En, toen en we zijn we die gelaan, hebben we als een botten gebroken. Dat, is zoals je dat doet, zo of zo hoort. Oké, nou, nou, oké, okay, 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 dat 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 zou kunnen. Um, hmm. Het enige wat ik, ik bedoel, ik ik, ik, het, 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 ik zie het meer om me heen en ik zie het overal. Ik Bedoel echt serieus. Ik heb dit weekend was ik er zo klaar mee dat ik iedereen. Echt iedereen geblokkeerd heb op Twitter? Gewoon allemaal? Iedereen, Hoe iedereen doe je? die ook maar enigszins een zijn mening opdrukt aan de andere of vindt van... Dus iedereen die een andere mening heeft, die heb je geblokt? Niet de manier dus waarop je een mening kan... Ze dat kunnen filteren. Dat je gewoon een filter hebt. Iedereen met een andere mening blok. Het is of ik vind. Hoe bedoel je? Ik vind, daar heb ik geen probleem mee. Het is, daar heb ik wel een probleem mee. Maar... En dat zie ik ook hier. Mensen zijn blijkbaar niet meer zo uh, als, als iets hun tegenvalt. Hm. Ik heb het niet eens over... over wat boer of dat soort dingen doen, ik bedoel dat gaat om, om veel ergere dingen dan het feit dat een fucking release. Nee, datum... ik, de boeren, ik maak een grapje, maar ik ben, ik bedoel, de boeren is een heel serieus onderwerp. En ik, ik bedoel, ik sta ook aan de kant van de boeren, hoor, helemaal niet aan de kant van de overheid. Maar dit, uh, weet je wat, ik, wat mijn dingen wat mij mm -hmm. een beetje triggert hieraan ja. aan dit onderwerp. Dat is dat het is uh, mensen zijn zo snel een slachtoffer, weet je, en dat zie je in die games ja. industrie helemaal, weet je, dan is het, Oh, ouder is niets aangenaam ik voel geef je, me je zeker een bepaalde manier gelijk in en de uh, maar, maar dat vind ik altijd zo. Ik zie het enige wat ik voor me zie zijn en dat is misschien ook een stereotype. Maar ik zie allemaal van die mensen die zo wereldvreemd zijn dat ze niet eens snappen dat hun designbeslissingen ook effect uh, nou hebben voor de maker Cory Balrock is zeker niet wereldvreemd. Ik zeg, ik zeg maar echt van een flinke kerel. Nee, nee, want dat heb ik ook wel gecheckt. Van, hebben ze geen paars haar en zijn ze niet dik? Want anders ga je dat weer zeggen. We waren <laughs> gewoon niet dit gewoon normale mensen. Dat is nee, ook nee, een nee, bedreiging. Nee, nu ben bedoel, je zo... Ze... Je hebt, laat ik het zo zeggen, natuurlijk. Het zit altijd in het midden. Ik bedoel, ik vind ook dat tegenwoordig. Maar ik wil exact weten wat er gebeurt. Dan pas kun je er een oordeel... Jongeren. Kijk, en... zij, die dick heeft gekregen. Nee, okay, maar jongeren en kids worden tegenwoordig supervrij opgevoed. Vind ik. Gewoon waardoor ze op een gegeven moment allemaal niks meer, alles mag tegenwoordig. Ze worden gepamperd en dat soort dingen. Dus als iets tegenvalt, is het al gauw ah, en piepen en op social media gaan. Daar ben ik het mee eens. Aan de andere mm -hmm. kant, wat ik ook raar vind, is wat is er in, in mensen gevlogen? Dat je uh, een release-datum, dat dat de reden is om iemand met de dood te bedreigen. Dat dat, ik, ik dat, denk, dat link. En, en sorry dat ik het zeg, maar do, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar denk me. je niet dat uh, wat er gebeurd is, is dat? Oké, okay, dat een, uh, op, weet ik wel, iemand die zit op Twitter. Ja. En die ziet ah, oh, mijn favoriete game wordt is Het Is niet één. You hè? motherfuckers! Ik hoop dat je de buiten. Nee, het, zijn, het echt serieus. Ik bedoel, dan moet je even gaan zoeken screenshot van tientallen. Ja? Echt heel veel. Nee, maar, maar, maar goed, er, zijn, er, gewoon, een er een... zijn veel mensen, zijn gewoon lomp. En dat is de manier hoe ze communiceren. Ja. En dan zeg ik van waarom zijn mensen helemaal aan lomp geworden? Wat is er aan de hand? Dat waren ze altijd al. Nee. Het is gewoon zichtbaar nu via Twitter. Het is maar, gewoon zo makkelijk om eventjes een berichtje op Facebook, ja. Twitter, weet ik wat, dat is wat er gebeurt. Le leer je, ze waren altijd al. Voed mensen gewoon op dat het gewoon niet normaal ja. is. Oké, okay, jij ze opvoeden? niemand heeft de tijd. Nee, ik, ik, bedoel, ik heb gewoon een principieel keuze, ik neem geen kinderen, want ik kan niet opvoeden. Hmm. Ja, maar je kan nog opvoeden. Nee, je kan langzaam binnen goed in. Handbotten. Nee, ik heb, geen, ik heb geen geduld. Ik ga ongetwijfeld wapperen <laughs> met mijn handjes. Dus dat wil ik niet. Dus dat doe ik kinderen niet aan. Uh, maar anyway, ik, bedoel, ik, 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 ik snap niet. En ik kijk puur naar mezelf hoor. Ik bedoel, hallo, ik, ik kan super kwaad op dingen worden. Maar nog nooit, nog nooit. Is bij mij zoiets opgekomen van Oké, okay, oké, okay, wacht even. Waar zit die gast op zoals? Ah, hij is op zoals. Hey, uh, ik weet waar je waar je kinderen op school gaan man. Die zijn binnenkort dood. Weet je nee, ik Waarom? Laat ze ik, ik snap niet dat mensen videogames zo belangrijk ik vinden snap... dat ze dat soort dingen online zetten. Oh. Ik bedoel wat de fuck maakt het uit wanneer die fucking God of War uitkomt? Dat mm -hmm. is gewoon dat gaat de uitkomen als het klaar is en als het klaar is heb je een betere game dan als het niet klaar is. Dus je gaat maar goed. Maar het is ik, toch dat ik, mensen ik, niet meer tegen tegenslag en tegen kunnen? Nee, maar kunnen. mensen zijn gewoon dom. En dat is al. Hmm. De, kijk, ja. ik vind namelijk die developers zijn. De, die hebben te grote uh, tenen, weet je. Die zijn te snel hmm. op een eentje getrapt. En de mensen die bedreigingen uiten, dat zijn gewoon domme gasten. En die heb je al. Dat is van alle tijden. Ja. Dat is nooit anders geweest. Ik denk alleen gewoon. Van, ja, Het is gewoon heel makkelijk om iemand. Ik bedoel. Ik zou vroeger niet weten hoe ik... Weet ik veel, misschien vond ik Pieter Molyneux wel een lul toen hij uh, zijn project... Uh, hoe heette dat ook alweer? Toen dat onzin bleek te zijn. Ja. Uh, maar ik zou niet weten hoe ik hem persoonlijk een bericht had moeten sturen. Nu, met social media, <laughs> is dat heel makkelijk. Nee. Dus dan, dat gebeurt dus ook. Maar je. ik denk dat jij, jij bent ook wel iemand... Nou, ik ben met jou mee geweest naar, naar evenementen en dat soort dingen allemaal. Jij bent wel iemand die gewoon ook durft open en eerlijk aan iemand te vragen van waarom heb je die game zo kapot gemaakt of waarom heb je dit gedaan? Ik bedoel dat, dat is Ik jij durft een het, te sturen als nee, niet maar, zint. face to face. Ik <laughs> bedoel jij bent iemand die dat face to face wel durft te zeggen gewoon kritiek ja, maar ik, er zijn heel veel mensen die dat niet durven. Nee. Die, gaan dan, die sturen dan een berichtje. Weg. Ja. Dan, ja, want dat is makkelijk. De Keyboard Warriors. Ja. Maar goed, ik, ik vind het ook te makkelijk om daar soort van naar nou, te kijken. Van, ja, dat is een schande. Ik, ik heb zoiets van: nee. er, gaat, er gaat iets mis in de hele communicatieboom die mm -hmm. plaatsvindt hier. Um, ik heb weinig, weinig begrip. Voor de voor het slachtofferschap, wat ik zie bij veel gameontwikkelaars. Mm -hmm. um, maar ik heb ook weinig begrip voor mensen die ja. online bedreigingen uiten. Um, dus alles bij elkaar heb ik zoiets van. ja Hier, weet je, zo'n meisje die klaagt over die Dickpics, daar heb ik zoiets van. ja Die hangt het aan een onderwerp op. Uh, wat echt. Nou ja, nou, ik weet niet kom op. Nou, het, 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 ik, ik laat ik het zo zeggen. Dan blok je iemand toch. Dan ik, heb je geen dickpics meer. Wat de fuck? Ik ben het wel met je eens dat het uitdragen van dat leed ten eerste voor geen ene meter helpt. Want je gaat allerlei mensen nog meer op idee brengen. En ik vraag me soms ook af waarom je het dan doet. Het is ook wel heel erg een trend om al je leed op social media te zetten. Waardoor je al mensen, oh, oh ja, oh, wat zielig, weet je. Ik bedoel, inderdaad, ik ben ook meer. Je hebt gelijk, gewoon. Up, delete weet je wel je lacht er even op met het kantoor als het te erg is dat is bij ons ook gebeurd nou dan ga je naar de politie toe dan zeg je van dit maar, en dit en maar dat maar zeg als je het is toch regel op de lagere school op het schoolplein leer je dat als als een bully het op jou voorzien heeft ja. dat je niet moet gaan doen alsof het je wat doet want als jij laat je al wat erg nou sorry weet je hoeveel dikbig ze nu krijgt nadat nou, ze dat in de media maar je wilt worden. natuurlijk ook dat die bullies er niet zijn ja, oké, okay, maar ze zijn er. Dus ja. je leert ermee om te gaan. Weet je? Dus je zegt gewoon tegen ze dat ze hun bek moeten houden of ja. whatever. Weet je? Maar, je maar doet... als je kind dat niet kan? Ja, als het niet kan, dan loop je weg. Weet je? Ja. Dat zijn de twee opties die je hebt. Je kunt ja. altijd een confrontatie aangaan of weglopen. een van de twee. Maar wat je niet gaat doen is weglopen en voortgelopen janken op media. Want nee, dan krijg je drie keer zo hard op je bord. Daar, 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 daar ben ik... dus dat, dat, dat is ook wat ik zeg. Van het uitventen van al die dingen helpt ook niet echt. Omdat je ook... Op een of andere manier, dat klinkt dan misschien heel raar, maar je laat ook zien dat je er gevoelig voor bent. En ik denk juist dat, uh, uh, afgezien van dat er misschien. Oké, okay, kijk, er zijn idioten. Ik bedoel, kijk naar Denemarken, waar ook weer iemand die uh, gewoon gaat lopen knallen. Maar dat zijn er een paar, weet je wel. 99,9% van dit soort ellende is natuurlijk gewoon anonieme keyboard warriors. Sterker die... nog, ik ik heb een, ik ik heb een ja. podcast geluisterd met iemand die doet uh, dreigingsanalyse. Ja. Precies voor dit soort gevallen. Ja. En dan do die doet dat voornamelijk voor, weet ik veel, sterren. En weet ik veel. als jij Britney Spears bent, dan krijg je elke drie dagen krijg je dit soort bedreigingen. Ja. En dan heb je, zo, heb je zo iemand die huur je in en die gaat dan kijken van nou wat is, wat is echt erg, ja. Regel nummer één. als iemand zegt van tevoren aankondigd dat hij zoiets gaat doen, gaat hij het niet doen. Nee. Dat is. Ik weet niet waarom, maar dat is wat, wat zo'n... Nou, je, je, je zo eigenlijk wil je gewoon aan dat soort ellende geen aandacht geven. En dat doe je op die manier wel. Dus, dus het punt wat ze ermee willen waken... Ik bedoel, dus aan de ene kant heb ik zoiets van... Ik snap niet waarom mensen dat nou allemaal tegenwoordig allemaal zo doen, jongen. Die, die, die punten scoren en nergens meer tegen kunnen. En op je teintje getrapt voor de andere kant denk ik ook van... Het heeft weinig zin om... We zijn al met zoveel dingen... We moeten die games maken. Niet meer al die punten die we willen scoren op, 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 op Goodwill en Woke en dit soort dingen. Dat, dat, dat vind ik ook Ze helpen elkaar er niet heel erg mee. Het was alleen nu best wel veel. En uh, kijk, die van Monkey Island was nog het meest recent. Meest, meest uh, eerlijk in die zin. Of tenminste misschien de oplossing. Hij zei: Van nou, ik maak allemaal, allemaal vlogs. Leg ik uit wat ik doe elke week. Um, nou, de meerderheid is gewoon toxic real. Ik doe het gewoon niet meer klaar. Als jullie het niet willen, weet je, doe ik het niet. Ik maak gewoon mijn game en dan zien we wel of je het wel of niet maar leuk vindt. Ik vind vindt. dat ook, dat ik zoiets ja? denk van, je weet toch dat als mensen er negatief over zijn, dat het in ieder geval leeft. Dat is toch een soort van marketing PR-regel nummer ja. één. Er bestaat niet zoiets als slechte publiciteit. Als die game leeft, en Monkey Island leeft, mm -hmm. en je gaat dan vervolgens zitten zeggen van, oké, okay, ik, ik, mijn, mijn, mijn ontwerpkeuzes roepen een reactie op en ik zeg van, ik wil die reactie niet meer horen. Ja. Sorry, ga ergens werken waar, waar dat niet een probleem... Ik, nogmaals, ik, ik vind dat, dit vind ik slachtofferschap cultiveren en dat is wat wat gewoon veel te veel gebeurt in die games-industrie mm -hmm. en het is vervelend als je werk kritiek oplevert maar dat krijg je als je een populaire ja. game maakt als niemand geïnteresseerd is en een fuck geeft om jouw game dan kun je de, bes de design beslissing maken die je zelf wil maar is er niet een verschil tussen maar... dat mensen allemaal zeggen weet je, bedoel, ik heb nooit zoveel problemen mee van de mensen zeggen, wat, 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 wat jullie maken is echt bagger of, of jij bent te oud weet je oprotten met die shit of wat voor dingen maar op het moment als ze zeggen van hey je maakt bagger en uh, ik weet waar je waar je vriendin werkt uh, die ga ik eens even opzoeken Binnenkort. Ik bedoel, Het is niet dat ik dan meteen denk: oh, mijn god, uh, uh, privébeveiliging en dat soort dingen. Maar dan ga je wel, heb ik gezien van. Oké, okay, bedoel, diff ik dus gewoon niet leuk. Nee, meer. Het wordt persoonlijk gemaakt. Exact. Tuurlijk is het niet ja. leuk. Ja. Uh, dat is ook zo. Maar wat ik meer probeer te zeggen is van weet je, ik bedoel, zo'n Monkey Island-verhaal, die guy die, 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 die bouwt op de, hoe noem je dat, op de schouders van giants, weet je, mm -hmm. ik bedoel die Monkey Island-serie, die is episch. De, ja. de verwachtingen zijn door het dak. Wat denk je dat er met Star Wars, met die, met die nieuwe uh, uh, die Kathleen Kennedy die die Star Wars-serie de, de nek om heeft gedraaid, ja. weet je? Ik bedoel, wat denk je dat daarmee gebeurt? Al die fans van zo'n franchise die, die zich geschoffeerd voelen door de keuzes die gemaakt worden door zo'n creatief team, dat is wat je krijgt als je met zo'n IP aan de slag gaat. Ja. Als je dat niet wil, dan begin je een nieuwe franchise, dan ga je iets anders doen. En het probleem wat je gewoon veel hebt, mm -hmm. is dat uh, weet je, niet getalenteerde ontwikkelaars die krijgen op een of andere manier een grote franchise uh, in hun handen en moeten daar dan iets mee doen en het resultaat is altijd kut. Ja. Nou, dat soort mensen krijgen bakken met zand om zich heen, over zich heen. En ik, ik weet niet, maar dat kun je van tevoren zien aankomen. Ja. Weet je, als je uh, niet tegen de hitte kan, ga niet in de keuken staan. Weet je, uh, als je niet uh, de, uh, de horens wil, dan moet je niet de stieren uit. met de stier naar... Ja. Je probeert een beetje vrij te ja. vertalen naar het Nederlands, maar goed. Nee, nou, ja. het, het is iets, iets van de tijd. En uh, ik, ben, ik ben het wel met je eens van, je ontkomt er niet aan. Zeker als je hoge bomen vangen veel wind, dan krijg je dat soort shit. Ja, weet je wel, deleten, blokken, uh, kijken niet naar, ondanks dat het... Maar altijd... Doe gewoon je eigen ding, weet ja. je. Ik bedoel, de, die serie gaat er niet beter of slechter van worden. Nee. Dat wordt wat je ervan maakt. Maar luisteren naar heel veel niet onderbouwde kritiek. Ja, sorry, maar dat is toch alleen maar uh, negativiteit. Waarom zou je dat doen? Ik ja. Snap het niet. Even kijken, um, nou, dit wil ik er dan even aan toevoegen, want dit vond ik dan wel weer, denk ik, van oké, okay, dit is iemand die kritiek heeft. Um, het gaat over iemand, like, zeggen, Nintendo heeft aangegeven, dat het voor hen heel erg moeilijk is om alle franchises die ze hebben, om die allemaal steeds vervolgd te hebben. Ze hebben gewoon de mensen er niet voor. Er is één iemand die wat ziet van, hé, hey, maar ik, ik F-Zero, dat is de game voor mij, ik wil een vervolg, waarom komt er geen vervolg aan, nou, blablabla. In plaats dat hij naar nou Toxic uh, de social media ging, heeft hij gewoon 40.000 euro aan aandelen gekocht. Want dan mag hij namelijk een vraag stellen. Op de aandeelhouders. Kijk, ja. en dan denk ik: van, bedoel, kijk, niet iedereen heeft 40.000 dollar. Maar ik, dat heb ik wel van. Je kunt het lenen, want ik bedoel, die aandelen. Ja, kan je daarna weer verkopen. Waarschijnlijk voor hetzelfde geld. Wie weet, maar wees inventief. Bedoel, ik bedoel, er is heel veel mogelijk. Er zijn ook ontzettend veel mensen bij ons die op hele leuke manieren... beargumenteerde kritiek geven... of, of tips geven waar je iets mee kan doen. Dat dus je kan zeker wel invloed hebben. Uh, maar dit vond ik gewoon heel erg grappig... van iemand die dat op een toffe manier doet. Of in ieder geval op een manier die oké okay is. En hij dwingt Nintendo... in ieder geval om een antwoord te geven. Het antwoord zou ongetwijfeld wel zijn van... nou ja, weten we niet. Maar, maar wel een on the record antwoord. Want dit soort uh, vergaderingen ja. zijn publiek. En die worden ook vastgelegd. En uh, veel van dat soort gesprekken komen ook weer terug... In financieel, financiële berichtgeving over zo'n aandeelhoudersvergadering. Dus dat is, daarom zien we het nu ook. Dat is super tof. Ja. Gaan we door naar IE. Uh, PR. PR is een vak. Uh, zeker mensen die social media doen. Uh, um, en als je een beetje trendy wil zijn. Of meegaan op hypes. Uh, dan kan dat heel erg lukken. Maar je kan ook ontzettend de, de mist ingaan. En IE is het afgelopen weekend echt vreselijk de mist ingegaan. Ja. Met een tweet... Um, ik heb het even moeten uitzoeken hoor, maar de tweet is, en uh, die gaan we nu even in beeld zien. Uh, they are a 10, dat, dat schijnt een ding te zijn op TikTok. Ik, ik weet het, ik zit niet op TikTok, maar de, de, dus je zegt van, uh, bijvoorbeeld Boorst zou zeggen van, uh, van die auto, die auto is een 14. Ja, natuurlijk, dat, dat is hoe heet die, uh, die, 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 die maker die, die grappige filmpjes maakt. Ja, nou, ja we weten nou, ja. okay. Electronic Arts, iemand daar een keyboard warrior bij Electronic ik weet Arts. Ja. Hmm, lame, Gaby lame. Oké. Okay. Die dacht van, nou, dat kan ik ook. They are tame, but they only like playing single-player games. En toen ging het helemaal los, want EA um, heeft natuurlijk uh, niet zulke leuke dingen gedaan als het over single-player games uh, hmm. gaat. Uh, en dus ging het helemaal goed. How are your tweets worse than your games? Wacht, waar is dit een reactie op? Want ik snap het niet De Nee, dit is gewoon een tweet, een tweet. Geen reactie. Doe. Iemand bij Electronic Arts dacht van, hey, maar die hype met DR10, weet je wel, en dan iets, uh, daar ga ik ook iets mee doen, voor mezelf. En zij hebben gegeven DR10, but they only like playing uh, single player games. Maar waar game. gaat het over? DR10, uh, dit is toch een reactie op iets? Nou ja, nee, het is een... DR10 uh, is gewoon een, een, een meme die ze gebruiken en dan moet je zelf invullen. De, de, dus je kan ook zeggen: There are eight, but okay, okay, blablabla. Nou, okay. zij hebben dat ook gedaan. Uh, en nou ja, daar gaat het How are your tweets worse than your games? There are ten, but blame Battlefield uh, for uh, launch. on Halo Infinite. their franchise is ten, but has going downhill, bladibla, go woke, go broke. Alleen maar stond hebben ze over zich heen gekregen, uh, omdat zij natuurlijk de single-player games niet bepaald. Netjes hebben behandeld. En toen zag ik ook deze. Maar niet alleen single player, all in games. kijk dit is dus het kerkhof ja. van alle single player uh, developers die zich gewoon opgedoekt hebben de afge op afgelopen jaren. Ja. En dat zijn er heel veel. En... en het zijn ook nog goede studio's ook. Hè? Ik bedoel, kijk, Westwood, ja. Danger Close, uh, Visceral. It's, it's, uh, Max Maxis, Max ook... inderdaad. <laughs> ja. Jesus Christ, Playfish. Hebben ze dat ook al opgedoekt? Ja, bl blijkbaar, die inderdaad. En uh, kijk, he heel prima dat zij denken van... ...hé, hey, al het geld zit in, in, zit in fucking microtransactions en fut en dat soort dingen. En dat doen ze ook hartstikke goed, want ze verdienen hartstikke veel geld. Maar dan moet je natuurlijk niet die opmerking maken. Um, en inderdaad, um, een dag later... Um, kwamen ze terug met een nieuwe tweet. Um, en daar staat bij... Roast well deserved will take this loss... cosplaying playing single player games actually makes them an 11. Ik, ik, ik zit er nog steeds niet helemaal goed in. Der 10. ten. Ik, heb, ik had er nog nooit van gehoord hoe dat nou werkt. Um, maar... Ja, en, en nou ja, dan gaat het. There is no forgiveness. En, en zo gaat het maar door. Uh, uh, het was niet leuk, weet je wel. Ik vraag me ook altijd af... Als je een poedel maakt, moet je daar dan nog even in... moet je dan nog eventjes... Moet je dat recht zetten op zo'n voorteiling. Ik moet vind je het planen. wel grappig dat, dat het is zo interessant dat bij IE ze niet in de gaten Kijk, weet je, we hebben net het onderwerp gehad dat mensen met de dood worden bedreigd. Ja. Ik weet zeker dat IE dat uh, uh, zo vaak heeft meegemaakt dat ze. Ik bedoel, ze zijn heel goed in dat die berichten filteren. Ja. Um, en dan worden ze een keertje geconfronteerd <laughs> met hun eigen uh, met de haat die ze hebben ja. opgewekt de afgelopen decennia. En dan denk ik toch van ja. Dat is, uh, dat is fascinerend. Dat ze zich niet bewust zijn van hoeveel uh, uh, goodwill ze hebben verneukt door, door gewoon slechte zakelijke beslissingen. Ja. Echt opvallend. En ik, ik denk ook als jij de keuze maakt om uiteindelijk, en daar is helemaal niks mee om te zeggen van hey, maar die hardcore games industrie, singleplayer en, en de, de archetype games, dat is, daar gaan wij niet meer voor. Wij gaan echt voor die service games en die multiplayer en de fut. Dan weet je dat je die tweets moet je niet richten op die hardcore doelgroep. Want. Die, die haat je toch al. Waarom ze dat dan weer wel doen? Ja, ze richten het niet. Ze, ze gooien er gewoon een tweet ja. waar niet over is nagedacht. Dus het is gewoon zo: oh, hier wacht, hier is, een, hier is een hype train. Laten we even aan boord springen. Ja. En volgens knalt het in hun gezicht uit elkaar. Nou ja, goed, dat kan. Maar het, het geeft een dieper probleem weer. En dat is gewoon hoe. EA op dit ogenblik in de markt staat. En ja. ik denk ook dat dit. Uh, want we hebben natuurlijk ook te verhalen gehoord dat I.E. te koop staat. Mm -hmm. um, leuk, maar dit is wel wat je koopt als je I.E. koopt. Ja. Is, er zijn heel veel franchises die, zij, uh, die succesvol zijn geweest in het verleden. Maar inmiddels zag je de grafstenen van alle developers die zich hebben. Dat is allemaal. Uh, kapitaal wat ze zelf vernietigd hebben. Ja. Uh, er zijn geen games meer gemaakt. Ze doen bijna niks meer. Goed, de sportsgames en de franchises dat doet iedereen nog. Maar voor de rest is het heel, heel, heel veel kwaad bloed ja. uh, wat ze gezet hebben. Ik vraag me af of dat, uh, of dit nog de moeite waard is om, uh, om, 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 geld op stuk te slaan voor een uitgever. Ja. Nou, blijkbaar weten ze niet helemaal hoe ze dan. Zeg maar bij de, de brede groep uh, gamers bekend staan. Uh, nou, dit ontplofte dus in zijn gezicht en was een weekend lang was dit het thema. Ja. Nou, hartstikke leuk. Um, dan gaan we, um, ja, ook vind, vind ik ook weer heel erg interessant. Um, Call of Duty, gigantische franchise. Um, Microsoft heeft dat gekocht, uh, dat, dat moet heel veel gaan doen. Warzone 2, het, het is een, het is, het is het is een heel groot. Activision is ook een groot bedrijf. En wat blijkt nou, Wow. Um, in Call of Duty Mobile, uh, in de alpha, daar zitten dus, je hebt van die mensen die dan gaan gewoon in de code zitten, zitten zoeken. Ja. En daar zit ontzettend veel data van maps, weapons, voor uh, uh, ja, de next, ja, de volgende Call of Duty games. Dan, vandaag zag ik al allemaal foto's van alle maps uh, van Warzone 2, weet je wel. Oh, yeah. Het zit er gewoon allemaal in. En waarom komt dat? Ze gebruiken maar één engine, weet je wel. Dus... Ja, dat is dus een, een, een 68, 7,7 uh, billion dollar company. Uh, het lekt aan alle kanten. Maar en het rare is, moet je nagaan, als jij als dat er allemaal in zit... inclusief gewoon maps en dat soort ja. dingen, dat is gewoon heel veel data. Weet je, waarom zou je dat. Ik bedoel, dat moet je ook downloaden. Waarom zou je Call of Duty Mobile een drie keer zo grote game maken door allerlei rommel erin te stoppen die niet gebruikt wordt in ja. Call of Duty Mobile? Dat vind ik heel vreemd. Nee, maar dat is ook zo. Ik bedoel, hoe vaak hebben we het erover gehad? Over, over hè, eventjes Call of Duty weer installeren. Hup, weer 250 Ja, hier, ja 100 denk... Wat, wat denk je dat je hier met de aankomende vijf jaar een Call of Duty update gaat ja. downloaden in één keer? En bizar. Dit, dit is, en dat snap ik niet, omdat. Activision heeft ook een pr apparaat met tientallen mensen die er werken, waar ook honderdduizenden dollars aan betaald moeten worden. Terwijl alles dus gewoon eruit getrokken kan worden. Die hele PR-campagne werkt ook niet meer. Dus nee. het is bizar. Nou, zeiden mensen al van, hey, dit komt wel goed. Microsoft hebben allemaal engines, die gaan dit wel oplossen. Maar ja, het laat ook wel weer zien of ze hebben zoiets van hey, duurt, we worden toch overkop, we gaan hier geen geld meer in stoppen. Uh, dat doet de volgende eigenaar maar wel. Maar ik ja, het is wel het is een beetje gunnig uh, dat ja. dit uh, gaat gebeuren. Um, even kijken hoor, welke had ik nou nog? Ik had er volgens mij nog uh, uh, twee. Ja, um, de Tweede Kamer, daar zijn ze weer. De door uh, Boris geliefde Tweede Kamer. Um, er is namelijk een motie, dames en heren, een van de fucking honderden moties die uh, over de vloer uh, vliegen daar. Wie is Bontebal? Uh, Bontebal, uh, dat is uh, van de Christen Democratie Appel. Ah, ja, het CDA. Die ja, Bontebal. En CDA. Ja, en heeft, ja precies. Um, zij hebben ingediend een. Een motie over lootboxes in videogames, uh, om die echt helemaal te gaan verbieden. Dat hebben gedaan het, uh, uh, het CDA, uh, de ChristenUnie, uh, de VVD, uh, de Socialistische Partij. Vind ik dan heel apart dat die er opeens bij zit. Genske de Leiden ook. Die uh, gaat zich toch bezighouden met betere dingen dan dit? Nou, blijkbaar niet. Uh, uh, Democraten, D66, GroenLinks. Dit is volgens mij een meerderheid. Nou ja, het is het kabinet inderdaad. Ja, dit is ja. dit kabinet plus een... uh, uh, SP. Dus als dit doorgaat. Maar dat wordt... wil niet zeggen dat al die partijen hierop gaan stemmen. Nee, dat, dat weet ik ook maar. Maar in ieder geval, het wordt, het wordt ingediend. Stel nou dat dit wordt aangenomen, dan zouden lootboxes ook gewoon vanuit. Nou, dan, dan is het overheids. Uh, ja, maar het, het probleem ja? wat je hiermee hebt, en dit is echt een groot probleem, is dat uh, zometeen gaan die games gewoon niet meer uitkomen officieel in Nederland. Nee, dat, dat dus kan. als jij een Nederlandse, ik zeg maar wat, hoor dat je een Nederlandse Game Pass-account hebt, nou dan kun je straks zometeen gewoon. Een aantal games niet meer spelen nee. omdat het in Nederland verboden is door dit kabinet. En dat is het probleem wat ik hiermee heb. Ja. Kijk, ik ben echt geen fan van lootboxes. Ik vind het vreselijk. Ik vind het gameplay uh, verpestend werken. Mm -hmm. uh, maar, maar de consument moet hiermee afrekenen. In het commerciële domein. Dus die moeten gewoon die games niet meer spelen en niet meer ja. kopen. Die moeten het gewoon laten. Ja, ik denk, denk ook van. Als de, politiek hier mee, als de politiek zich gaat bemoeien met bedrijfsvoering. Ja. Sorry, het einde is zoek. En het is al zo erg op dit ogenblik. Ik bedoel, de politiek heeft net. De hele middenstand in Nederland ongeveer verboden om twee jaar lang open te zijn vanwege een of andere griep die eronder doet. Weet je? Dan denk ik van, maar de overheid moet zich niet bemoeien nee. met het bedrijfsleven. Maar het is wel grappig, boys. Moet Ik wel terugkaatsen. Nu de overheid nu heeft gezegd van oké, okay, het is nu aan de middenstand om het te doen, zijn er geen plannen. En zeggen ze allemaal: Ja, maar dat moet jullie. Maar doen. er is ook geen virus. Er is nee, geen nee, probleem. Nee, nee, ja, nee, maar hebben ze te makkelijk? Ik vind nee, dat dat is helemaal dat, niet te dat makkelijk. Vind, dat vind ik wel te nee, makkelijk. Nee, nee, nee. Ja, maar nu gaan we nu ga, jij, jij had haast zo zometeen. Jij moest ja, is toch, niet, dat nu is. gaan we dat een maai, hele. Dat Corona-discussie hier hebben. Dat moeten we niet doen. Um, anyway, ik ben het met je eens. Ik vind niet... Um, ik, ik snap waarom ze dit doen. Van dan kunnen ze allemaal weer uh, zieltjes winnen van... Oh, de kinderen, de kinderzieltjes. En dat is gevaarlijk. En dit en dan. Het is aan de ouders. Het is aan de opvoeding. Aan, aan, aan het omveld om te zorgen dat kinderen snappen. En, maar het gaat om consumenten. Weet ja. je? Ik bedoel, je, als jij vindt dat lootboxers een negatief effect hebben... Maar ze bijvoorbeeld het op ze kinderen. Doen, ze Koop het niet voor nee, je kids. exact. En, en, dus en zorg ook... Nou ja, in dit geval de ouders. Maar, en, en, maar als je zelf 18 bent, weet ik wel. Koop het zelf niet. doen er niet hey, Geef er geen geld aan. Maar ik, ik snap niet. Ik, 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 ik snap het aan. Dat heb je ook wel eens gezegd: van kinderen zijn slim. En dan op, op, op onbewaakt moment uh, pakken ze de telefoon en bestellen ze dat soort Dat is ook gewoon met je kinderen. Ja, maar dat, dat gebeurt dat het... één keer en dan zie je dat creditcard afschrift. Heb je ja. zoiets van wat the fuck? En de, dan is maar dan hoeft de het CDA zich niet mee te gaan bemoeien. Nee. Nou, daar ben ik me helemaal een met je eens. Uh, dit is, dit is, dit is, dit, dit. Er zijn belangrijke dingen in Nederland om op dit moment mee bezig te zijn. Dan met die lootboxes. Aan de andere kant, uh, ik denk wel dat er heel veel landen gaan kijken wat er gebeurt. Uh, omdat dit in meerdere landen leeft. Maar, maar, maar check ja. het glijdende vlak waar we op terechtkomen. Mm -hmm. Weet je, de overheid die zich gaat bemoeien met videogame-design. Dat is wat, wat hier ja. nu aan de gang is. Nou, ik ik bedoel, dat je. is gewoon communistisch China waar je zo meteen in terugkomt. Ja, kinderen mogen niet langer dan drie uur per dag spelen, weet je? Ik bedoel, dat is maar zo. Dat is een kuthaar verwijderd <laughs> van waar we nu zijn van het feit dat ze lootbox gaan gaan verbieden. Nou, oh, ik wil zeggen over kuthaar gesproken, heb ik een mooi bruggetje? Mm. Nou, Boris, ik wil even dat je uh, naar dit kijkt. Het is, het, ja, nee, kijk even naar deze commercial van Mad Cats. Uh, oh. Kijk, daar gaan we even. De oh. cat nine. Ja, we hebben even niet het. het, het het geluid erbij uh, voor onszelf, maar um... Ze zit ook heel kunstmatig te spelen. Ja, nou, de... precies. Het, controle... heeft, het heeft heeft. Ja, het ze zijn allemaal een nep game op dat ding. Ja, ze zijn allemaal nep Hij denkt, zijn wel zijn shirt aan de zijn. Hij zegt van, nou ja, oh, oh, zijn controller doet het niet. Wil je die? Wil je mijn controller hebben? Oh, dan moet ah. ik eerst even mijn shirt uit. Ja, dan shirt. moet je wel naked. Heel goed. Dus, um... nou, ik wil deze controller nu hebben. Ja. En hierop, ja, hij is naakt. Nou ja, goed, je weet dit uh, uh, in dit tijdperk. Hier is natuurlijk ook weer, uh, hoe heeft dit in hemelsnaam uh, er doorheen kunnen komen? Ik, ik vind die twee dingen van. Ik vind haar echt veel te mag. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, dat is meer een smaakding. Mm -hmm. Ten tweede, uh, ik vind dat alles mag. Behalve dat ik vaak wel vind, uh, als je iets doet met naakt, ik snap niet helemaal de functionaliteit hiervan. Ik denk dat die controller naked is, omdat je er doorheen kunt kijken. Yeah. Hij heeft een, een onvoorzichtige kutcontroller die het niet doet. Dus je hebt maar... gewoon een, een slecht reclamebureau die niet verder kwam van. Nee, okay, maar ja. we hebben het hier toch over? Dit is een ja, een reclamebureau. Ja. Anders als we. Ik bedoel, als dit niks had. Als de kut reclame, hadden we hier niet over gehad. <laughs> nu hebben we het erover. Nee, ja. ik denk dat de reclame goed is. En ik zou eerlijk ja? zeggen, ik ben in de markt voor een nieuwe Xbox-kantoor. Is het ook Xbox? Kan het, een uh, Xbox? Uh, het staat er dan. Nee, Windows PC. Hmm. hashtag naked hashtag motion sensor hashtag turbo hashtag 8 hours hashtag controller hashtag al die hashtags er altijd bij. Nou, al nou ik zou ik zou zeggen ik denk, ik denk dat misschien doet hij het misschien komt er een xbox versie ik weet het niet ja. maar ik ben in de markt voor deze controller ik, ah. uh, ik, ik ben uh, ja ik ben enthousiast oké okay, nou dat kan dan kan ik, ook, dan, dan ik is de na reclame na geële, helemaal uh, ja. ik vond het een een, een slechte reclame maar uh, gewoon puur omdat ik vond, vond het ook helemaal niet grappig maar verder uh, verder rest uh, Denk je dat Mad Catz nu streamers gaat betalen om naakt te gamen op hun console? Als ze het doen, prima. Maar laat het meisje iets meer eten. Ik vond het echt heel erg ja, eng. Dun. Ja, maar wat ja, een oordeel, man. Nei, is dat nee, skinny shaming hier? Nee, niet Zij fini. Is gewoon gezond. Ze doet keto. Nee, dus, nee, ik vond dit er niet gezond. Ze eet kippen, Ik vond dit namelijk er en, niet gezond uitzien. Waarom was het meer? Nee, on, Omdat maar. het te dun was. Nee, als jij, nee, zij als jij, gezond. Nou, nah, kom op. Nee, dit is een gezonde ja, dame. Is dit gezonde gezond dame? Ja, dit is gezonde dame. Gaan we nog een keer kijken naar de achterkant van deze vrouw? Denk je mevrouw? dit is een anorexia? Nee, dit is gewoon nog gezonde dame. Als jij, hier uh, die botten kan zien die er doorheen steken, aan de achterkant is niet oké. Okay. Ja, maar ze zit gewoon ontzettend nee, ongemakkelijk nee, daar. Nee, nee, ik dit. Eh, ze moet zelf weten. Ik ga er niks verplichten, maar ik denk ja? van. Denk je dat ze zichzelf snijdt? Nou, dat weet ik niet. Ja, dat kan ik dan weer net niet zien door de arm. Ja, Doordat die, door die, je je littekens niet ziet. Ik vond het... Uh, maar goed, anyway. Ja. We gaan wel een hele andere kant op. Okay. Madcat's cats, dames en heren. Deze controller ja. is vanaf vandaag te koop. Weet ik niet. <laughs> hashtag turbo. Hashtag 8 ja. uur. Ja. 8 ja, uur kan ja, je hem gelijk zijn. bestellen. Top. Volgende week, nieuwe piepshow.